Yeah, it was a game. It was really important for us to win this game on our home floor. And we didn't want to go down 2-0 in the series. But we fought really hard. It was a competitive game. The atmosphere was great. Unfortunately, we fell short. Eén kwart nog. Eén kwart goed spelen, dat derde kwart. Dan trek je de overwinning over de streep. Ja, kijk, ik zei het net al en ze kaarten het al aan. Als je een wedstrijd speelt, als je een derde kwart speelt waar je 8 punten scoort en hun 25, dan maak je het heel moeilijk voor jezelf. Maar als je kijkt naar hun rotaties, ze hebben een veel bredere bank. Hun spelers komen heel fris elke keer van de bank. Ze kunnen kwalitatief kunnen ze gewoon doorroteren. Het is niet dat ze in kwaliteit minder worden als ze van de bank komen. Dus dat maakt het gewoon heel moeilijk voor ons. Groningen came prepared out of the locker room. They did not want to lose this game for some reason. Even in Groningen we started the third quarter bad. And I still don't have the answer. We have to watch film and figure out what we're doing wrong. I thought the intensity was there. It's just maybe some execution and bad decisions led to Groningen's comeback. En natuurlijk turnovers op momenten dat het heel belangrijk is. En daarbij creëer ze gelijk een bepaald momentum. En dat laten ze niet gaan. Wij weten dat niet weg te nemen op dat moment. En dan krijg je dit resultaat. Ik denk dat we het best heel goed hebben gedaan. In de eerste helft vooral. Maar dan krijg je die derde kwart, zoals ik al zei. Een paar ballen vallen niet. Er is wat frustratie. De benen zijn een beetje moe. Dus dan wordt het gewoon een stuk moeilijker. En dan maak je snel 5 fouten en dan gaan hun naar de lijn. Wanneer wij naar de lijn gaan, is ons percentage net wat te laag. Zij schieten 80% van de vrije worplijn en wij 58%. Dus wij laten nu, even kijken, 12 ballen liggen. Dan win je hem. Ja. Yeah, this team is not Zwolle, so we could not come back all the way back. Groningen is a really tough team, really good put together. They knew from the series, from the semifinals, that we have that possibility to come back from being down. But you know, they stayed strong. They knocked down shots, free throws, everything, and they came up winning. It's not over. It's not over. It's 2-0. We still have a lot of games to play. Ja, kijk, we moeten er dichtbij blijven tot het vierde kwart. En dan moet het gas geven worden. Dan moet die laatste loodjes zijn zwaar, maar die moeten we wel gaan tillen. En dan moeten we eroverheen. Kijk, niemand geeft op. Het staat 2-0 nu. We moeten naar hun en we moeten daar eentje gaan pakken. Zo simpel is het eigenlijk. De wedstrijd zijn moeilijk, maar de gedachtegang is gewoon dat we daar eentje moeten gaan pakken. Maar het kan toch ook? Zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe we spelen. In de eerste helft, als wij dat ietsje langer door kunnen trekken, dan maken we het verschil waarschijnlijk. Wij maken het moeilijk voor een bepaalde periode en dan wordt het opeens zwaar voor ons. We hebben vandaag met mij en Jesse hebben we net wat meer kunnen roteren. Maar je merkt gewoon dat je gewoon zo... Je moet elke keer vechten tegen iemand die genoeg energie heeft om in de rebound te gaan. In de offensive rebound, in de defensive rebound. Dus het erft veel kracht van je in zo'n series. Dus... ja, de volgende wedstrijd moeten we gewoon weer pakken. We moeten iets verzinnen waar we toch wat rust kunnen pakken op bepaalde momenten. Succes. Dankjewel.